Ik wil even, zou je een foto kunnen laten zien? Oké, schattig hè? Hey, dit is de familie waar ik vandaan kom. Mijn ouders die hadden geen tv, dus wij zijn met z'n vijven. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, grapje. Anyway, hier links, die foto is ergens in jaren 90, eind jaren 80, begin jaren 90 gemaakt. En ja, weet je, echt ja, zoals die tijd was, heel veel kleur. Die haren, echt gewoon die kapsel van, ja, dat je denkt van, serieus, liep je nou echt serieus zo? En ja, wie ben ik, denk je, als je daar naar links kijkt? Met dat roze, oh ja, dankjewel man, dankjewel. Met dat roze, ja, met die roze ben ik. Nou ja, in ieder geval, we hebben dus afgesproken van, ja, het zou wel leuk zijn om die foto van mijn ouders weer te maken. Weet ik veel, 20, 25 jaar later, dus dat is het geworden. En mijn broertje die daar rechts staat, die is fotograaf van beroep. En die, ja, die kleren hadden wij niet eens aan, maar die is ook heel goed met Photoshop. Die heeft dus eigenlijk alle kleuren hetzelfde kunnen krijgen. Dus vond ik best wel knap van hem. En ja, weet je, best echt een grappig verhaal. Want toen wij deze foto gingen maken, toen hadden we besloten, ik kom uit Tilburg, hadden we besloten om ja, in Tilburg bij mijn ouders te gaan helpen. We hadden afgesproken van, hey, laten we papa en mama even helpen met klussen, met schoonmaken. Want ze zijn natuurlijk ook al een dagje ouder. Maar voordat we dus dat gingen doen, hadden we afgesproken om in ieder geval die foto te maken. Alleen, vraag me niet wie van ons op het geniale idee kwam. Maar we maakten die foto dus op 250 meter afstand van het huis waar mijn vader en moeder wonen. Dus dan voel je hem al. Dan zou je denken, dat, omdat het is een verrassing. En toch zou het zomaar kunnen zijn dat we mijn ouders zouden kunnen tegenkomen. Ja, dat is wel gebeurd. Maar het was wel grappig. Mijn moeder ben ik in ieder geval niet tegengekomen. Maar we stonden daar dus. En je moet je voorstellen, hè, deze foto is gemaakt. Als je dus die kant op kijkt, dus echt daarachter bij de deur, ongeveer iets verder. Dat is dus de straat waar mijn ouders uit zouden kunnen komen. Echt, ja, ik vraag me nog steeds af waarom we dat daar hebben gedaan. Maar goed, dus op een gegeven moment stonden we klaar om die foto te maken. Mijn broertje had de foto in de automatische stand staan. En we stonden helemaal klaar. En mijn zusje, dat was echt... Die praatte vroeger heel erg schattig. En ik dacht echt, toen ik het in eerste instantie hoorde, beseften we eigenlijk allemaal niet dat ze iets meende. Want ze zei in één keer zo, echt met die stem zo van, papa. En wij dachten, huh? Weet je wel? En toen ging in één keer die vinger omhoog zo, weet je wel? Zo van, papa loopt daar. Wij kijken, was het gewoon echt mijn vader, hè? En, maar hij liep gewoon die brug over. En hij had een telefoon in zijn hand, dus hij keek op zijn telefoon. En ja, ik weet, het is een kerk, maar ik ga toch zeggen, mijn vader is verslaafd aan Pokémon zoeken. Dus die was dus echt gewoon Pokémon aan het zoeken op zijn telefoon. Dus gelukkig hadden wij de ruimte en de tijd, weet je wel. Dus echt, het was echt een chaos. We stonden op, we renden, mijn broertje pakte de foto te stellen. En er stond daar een grote bus. En stonden we daar, allemaal 30 plus. Allemaal achter een bus voor je vader verstoppen, weet je wel. Dat was echt zo mooi om te zien, man. Maar ja, gelukkig, mijn vader heeft het niet gezien, want die was veel te druk met Pikachu zoeken. Dus, en volgens mij heeft hij hem ook nog gevonden. Dus dat was die foto. Dit is de familie waar ik vandaan kom. En het zijn mijn broers en zussen en ik hou echt heel veel van hen. We denken niet allemaal hetzelfde, maar we houden wel echt heel veel van elkaar. Openheid, eerlijkheid, integriteit, liefde, warmte. We kunnen met elkaar praten over alles. Ook als we uitdagingen hebben met elkaar, komen we er altijd wel uit. Weet je? We zijn er gewoon altijd voor elkaar. En ik hoop dat jullie ook allemaal uit zo'n familie komen. Een ander grappig familieverhaal, want ja, die moest ik ook gewoon vertellen. Janira die vertelde me, en ik vertel hem nou net of ik bij was, maar ik was niet bij, maar maakt niet uit. Anyway, Janira die was dus met de twee jongste kinderen. Ik heb drie kinderen, die Faya, Amarisa en Isekai. En ze was met Amarisa en Isekai was in een winkel. En op een gegeven moment zei Isekai dus, ze liep daar, ze is 4 jaar, hè? Ze liep daar zo en ze zag iets wat ze heel erg leuk vond. En toen zei ze zo, oh, dat wil ik ook kopen. Ze heeft niet eens geld, maar dat wil ik kopen. En toen zei Amarisa zo van, je hebt niet eens geld. En trouwens, als je geld hebt, dan kun je het beter aan God geven. Prijs God. Dus Isekai, oh, dan moet ik maar thuis eens even met God praten en vragen aan Jezus waar ik mijn geld het best aan kan geven. En toen zei Amarisa van, ja, maar waarom doe je dat niet hier in de winkel? Echt vet, hè? En Isekai, die stond daar, en ik was er niet bij nogmaals, maar ik zie het precies voor hoe ze het zou doen. Hè. En stond daar en zei, oké, ik ga bidden. God, waar kan ik mijn geld aan geven? Stil. Ik weet het. Of hoeveel geld mag ik geven? Sorry, hoeveel geld kan ik geven? Ik weet het. 60. Janira kijkt eraan. Wat, wil je 60 euro geven? Zegt ze, nee, 60 cent.
Dus de 60ste die ze niet heeft, gaat ze op een dag nog een keer geven. Echt superleuk, man. Dus weet je, dat zijn mooie familieverhalen. Ik heb het net ook gehad over familie. En we maken hier allemaal onderdeel uit van de familie van Jezus. Tenminste, daar ga ik vanuit. Kan zijn dat je hier voor de eerste keer bent en dat je denkt van, waar ben ik beland? Maar je bent dus in de familie van Jezus beland. Hey, en de familie van Jezus die is gebouwd op een aantal pijlers. En die pijlers die wil ik je meegeven. Maar het zijn er natuurlijk zoveel. De Bijbel, een liefdesbrief van God, waarin echte pijlers staan van wie wij zijn in Christus. Maar de familie van Jezus, dat houdt onder andere in, als je daarbij hoort, de familie van Jezus is gebouwd op liefde en genade en op vergeving. Dat is gewoon echt de basis. En van daaruit mogen wij handelen en wandelen. We mogen weten wie we zijn in Christus. Wie we vroeger waren, dat zijn we niet meer. We zijn nou nieuw geboren in Christus. En in Christus zijn, dat betekent ook dat wij dus van God mogen houden. Dat we van de mensen om ons heen mogen houden. En dat we van de kerk mogen houden. Dat we van God mogen houden, betekent dat we een levende relatie hebben met God. Deze kerk is niet gebouwd op regeltjes. Niet gebouwd op de 10 geboden. Deze kerk is gebouwd op Jezus die het voor ons heeft gedaan. Het is volbracht. Weet je, en het nieuwe verbond, dankjewel Caroline. Het nieuwe verbond, dat houdt in dat de wet, die is niet weg. Maar die zit hier en die zit hier. Dat is wat Jezus Christus komen doen voor ons. Prijs God daarvoor. Dus dat is de basis. Dus we mogen houden van God. We mogen houden van mensen, dus we mogen mensen helpen. En soms is het best wel moeilijk om van andere mensen te houden. Maar daarvoor hebben we Jezus die voor ons is gestorven, dat we dat gewoon kunnen doen. En dat we die mensen ook mogen helpen. En we mogen houden van de kerk. Maar we mogen ook houden van onszelf. Want vaak vergeten we dat. Vaak zeggen we tegen onszelf van, je bent een mislukkeling. Vaak zeggen we tegen ons van, ja, je bent er nog lang niet, man. Weet je, kijk naar die, maar jij, je hebt het nog lang niet bereikt. Dat zeggen we vaak genoeg tegen onszelf, toch? Of niet? En als we wel tegen onszelf zeggen van, hey, je bent super vet, dan of we kennen Jezus, of we zijn gewoon arrogant, zodat ik het zeg. Ja, weet je, dat is het toch? En het betekent dus dat als wij van onszelf mogen houden, betekent dat ook dat wij vandaag de dag al buitengewoon mogen zijn. Dus niet morgen? Ja, natuurlijk ook al morgen, maar het begint vandaag. Natuurlijk ook wel over 10 jaar, maar het begint allemaal vandaag. Daar begint het mee. En daarom wil ik mijn preek ook daarop richten, daarop bouwen. En dat, ik noem mijn preek dan ook buitengewoon. Leef nu en own the moment. Yes, leef nu en own the moment. Ik besef me nou net, we hebben net allemaal wel heel vet gebeden en zo, maar ik heb nog niet gevraagd of deze preek bij jullie allemaal in het hart mag belanden. Dus wil ik nou kort even doen als je het goed vindt. Oké, Heer Jezus, dank u wel voor deze preek. Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent nogmaals. En het is zo fijn om bij u te zijn, om bij uw familie te horen. Vader, alles doen wij alleen maar omdat u ons met uw genade heeft bekrachtigd, Heer. Ja, Vader, dank u wel voor leef nu, voor buitengewoon, voor own the moment. Laat het in de harten zakken vandaag, Heer Jezus. Dat de mensen veranderd weg zullen gaan met een levende ontmoeting met u. Dank u in Jezus' naam. Amen. Oké, dus leef nu, buitengewoon leef nu, own the moment. Nou, weet je, dromen en doelen, avontuur. Ik wil jullie een plaatje laten zien van een app die ik 3 of 4 of 5 jaar geleden of zo met de jaarwisseling kreeg. Zou je die kunnen laten zien? Yes. Het is niet zo heel goed te lezen. Dat is een quote van Mark Twain. Heeft Remco vorige week ook gebruikt trouwens, Mark Twain. Life is short, break the rules, forgive quickly, kiss slow. Ik ga het even in Nederlands vertalen. Leven is kort, breek de regels, vergeef snel, kus langzaam. Heb met heel je hart lief, lach zonder jezelf te kunnen controleren. En heb nergens van spijt van wat je ooit heeft laten lachen. Want 20 jaar van nu zul je meer teleurgesteld zijn over de dingen die je niet hebt gedaan dan die je wel hebt gedaan. Dus gooi je boeien af. Weet je, er staat eigenlijk gewoon van, kom uit je comfortzone. Kom uit je comfortzone, vang de wind, verken, droom en ontdek. Weet je, en dit is, er staat breek de regels, dus ik denk niet echt dat het christelijk is, maar dat maakt niet uit. Waar het wel om gaat, is dat, hier zit avontuur. Avontuur lees je hier, toch? En ik vind het best wel eigenlijk wel een hele vette tekst. Want als je denkt aan bijvoorbeeld de wet, die is gekomen, we zouden de wet moeten houden. Nou weet je, Jezus heeft die wet gehouden voor ons, zodat we ons vrij hebben mogen breken. Dus misschien is het wel christelijk. I don't know. Maar dat maakt niet uit.
Waar het om gaat is dat hier is het avontuur te proeven. De dromen. Ik heb gisteren nog een preek gezien. Ook over dromen, over dingen die je mag meemaken. Ik doe zelf ook actief sport. Een vechtsport is het. BJJ noem je dat. Brazilian Jiu-Jitsu. Maar, ik ga het even zeggen. Want jullie denken nou bij jezelf, oké, vechtsport is niet christelijk. Luister dan. Braziliaans. En het zijn allemaal christenen heel veel christenen die het doen. En dat is best wel vet. Want vaak doen ze dus ook na een training, doen ze dan ook bijbelstudie met elkaar. Maar goed, het mooie ervan is, dan zie ik die filmpjes en dan kijk ik ernaar en dan denk ik bij mezelf, wow, het is zo vet om zo te kunnen zijn. Snap je? Dus het zijn dromen die ik heb. En dan kijk je naar hoe ik nou ben, denk bij mezelf van, oké, het kan zeker nog wel beter dan hoe je nou bent. Maar maakt niet uit. En dat heb jij of u vast en zeker ook wel. En ik heb net ook al gezegd, ik ben Molux. Ik ben van Molukse afkomst en ik had in 2006 ben ik voor het eerst naar de Molukken gegaan, naar Maluku. En het was echt een hele mooie reis. Alles viel op zijn plek voor mij. Ik wist gewoon van, hier kom ik vandaan en hier hoor ik en hier wil ik iets gaan betekenen. En dus, toen dacht ik ook, en toen kreeg ik een droom. En die droom was dat als ik klaar was met mijn studie, dat ik daar naartoe zou kunnen gaan. En dat ik dan in eerste instantie een half jaar daar zou kunnen wonen. En als dat dan goed ging, dan zou ik daar misschien wel voor altijd blijven wonen. Dat was mijn droom, hè. Toen kwam ik mijn droomvrouw tegen, dus daar zit ze. En werd zwanger en kreeg ik kinderen. En dan voel je gewoon van, oké, die droom die valt een beetje in duigen. Hè? En dat kan gebeuren. Maar laat ik je één ding zeggen, vaak vallen dromen van ons in duigen, omdat wij een bepaald gevoel hebben bij een droom. En dat gevoel, dat is happiness, geluk. Alleen, ik hoop dat je beseft dat als je vaak dingen hebt bereikt en dat je er even gelukkig mee bent, dat op een gegeven moment ook dat gevoel weer weggaat. En dan denk je bij jezelf, oké, dit doel hebben we bereikt, hup, naar de volgende doel. Dus dat kan nooit het doel zijn van wat we achterna gaan. Weet je, happiness. Het gaat echt om tevredenheid. Dat staat ook in Filippenzen 4, Paulus. Daar staat het. En daar gaat het gewoon om. En als je dat even voor ogen houdt, hou dat alsjeblieft voor ogen. En dan hoop ik dat je, dan wil ik je gewoon meenemen in mijn preek. Wat zijn jouw of uw dromen eigenlijk? Denkt u of denk jij dat het er ooit nog van gaat komen? Denkt u of denk jij erover van, ik heb dit en dit allemaal niet gedaan. Had ik het maar gedaan. En al die dingen die ik nog wel zou doen, ik kan het eigenlijk niet eens. Want ik heb toch niet eens genoeg tijd. Ik heb het talent niet, ik heb het geld niet. Het kan allemaal niet. Heb je dat? Nou, ik wil je vandaag gaan bemoedigen, want God is een God van vernieuwing. God wil je denken vandaag vernieuwen. En daarom heet het buitengewoon, leef nu, own the moment. Want het gaat erom wat we nu doen. Hoe wij nu betekenis kunnen geven aan de levens van andere mensen. Ik had nog niet zo lang geleden met broeder en strijder Roy, daar zit hij, had ik gesprek mee. Over, hij zei ook van, weet je, ik wil zoveel meer doen, ik wil zoveel meer betekenen. Ik heb zo het gevoel dat ik nog niet alles eruit haal wat erin zit. Weet je, en er was zo'n bevestiging van, hier moet je het over hebben, want je haalt juist wel alles eruit wat erin zit, met alles wat je nu hebt. En daar ga ik nou wel even op door. Het is dus gewoon bijbels om dromen en doelen te hebben, want God heeft zelf een droom voor de mensheid. Daarom stuurde hij Jezus. En een deel van zijn droom is al uitgekomen, want de heidense wereld, de wereld die hem eigenlijk in eerste instantie helemaal niet kende, die heeft echt al zo'n grote kerk. Nog groter dan in het land waar alles is begonnen, waar alles nu wel weer warm wordt voor Jezus trouwens. Dat moet ik ook wel zeggen in Israël. Zeker. Het is bijbels om dromen en doelen te hebben. En het is ook bijbels om vandaag al te genieten van wat God je geeft. Dit is de dag. Ik wil vandaag twee teksten met jullie behandelen, waarin staat van een doel en daarnaast geniet nu. Je mag de eerste tekst laten zien. Dat is, als je mee wil lezen of aantekening wil maken, Matteüs 13, vers 3 tot en met 8. Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien en tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg. En er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op, omdat het niet diep in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam, verschroeide het. En omdat het geen wortel had, droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels. En toen die opschoten, verstikte ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort.
deels 100-voudig, deels 60-voudig, deels 30-voudig. Jullie kennen deze tekst denk ik wel, tenminste de meeste wel. En ja, als je wil weten wat het betekent, ja, dat staat gewoon een paar versen verderop. Dus daar ga ik het nou even niet over hebben. Maar ik het wel over wil hebben is dat ik heb het gehad over dromen en doelen. De context van deze tekst. Context is altijd van, ja, wat ging er vooraf aan vooraf? Wat komt er daarna? Matteüs 12, dat is eigenlijk een hele lange tekst. En in die tekst is Jezus zichzelf aan het uitdelen als persoon. Want Jezus kwam om te laten zien wie hij is. Oftewel, hij deelt zichzelf uit. En hoe deed hij dat? Hij vertelde wie hij was, de mensenzoon. Hij liet zien wat hij allemaal kon doen en hoe wonderbaarlijk hij is. Dus hij zette mensen vrij. Wonderen tekenen verricht hij. Hij liet zien dat hij de redder is waar Israël al die tijd op heeft gewacht. En daarnaast, aan het einde doet hij ook een uitnodiging. Een uitnodiging om te horen bij zijn familie. Want hij zegt, want ze zeggen dan op een gegeven moment, ja, hey, je familie staat buiten. En dan zegt hij, mijn familie, iedereen die de wil van mijn vader doet, die is mijn familie. Wil jij dit vandaag ook? Is de vraag dan ook meteen die ik eraan koppel. Ja, toch? Dat is de context. En daarbij moet ik ook wel zeggen dat Jezus constant last had van tegenstand. Van farizeeërs. Gewoon echt als, zou ik het zeggen, als een stel irritante muggen vond ik ze gewoon. Als ik het gewoon lees. Weet je, net zoals die bijen, die wespen, die muggen die we nou in de zomer al last van hebben. Zo waren die constant helemaal vragen van ja, is het wel rechtvaardig wat je doet? Wetmatig? Kan het wel? Waarom doe je dit? En echt de hele tijd maar die vragen. En ja, weet je, als ik Jezus was geweest, had ik allemaal die gasten al Brazilian Jiu-Jitsu meegedaan. Maar dat ben ik niet, weet je wel. Jezus is gewoon rustig. Jezus die laat gewoon zien van nee, weet je, ik ben liefde en hij doet het verbaal. Dat is de context. Als je kijkt naar Matteüs 13, vers 3 tot en met 8. En dan heeft hij het over een boer die zaad strooit. Maar Matteüs 12 is eigenlijk een beeld van wat hij kwam doen. Een beeld van, en daarna vertelt hij het, van dit ben ik komen doen. Want de boer, dat zijn mensen die, ja, weet je, die hebben vertrouwen op het resultaat. Die hebben focus. Die weten wat ze doen. Die hebben visie, maar die hebben ook vertrouwen op het resultaat. En die halen alles eruit wat erin zit. Dat is wat de boer komt doen. Maar het zaad zelf, het staat in de Bijbel, het zaad is het woord van God. En in Johannes staat, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Oftewel, Jezus is het woord. En Jezus is het woord en dus is Jezus het zaad. En dus is de boer degene die Jezus uitdeelt. Op elke plek, waar hij maar kan. Dit is de dag die de Heer hem heeft gegeven. Wees daarom blij. Dat is wat de boer doet. Misschien heeft die boer wel dromen, weet je, van hey, ik wil zoveel zaaien, ik wil zoveel oogsten, ik wil zoveel verkopen dat ik mezelf een hele dikke villa kan kopen. Misschien heeft hij dat wel. Maar hij is vandaag de dag wel bezig met doen wat hij moet doen. Weet je, en hij is gewoon tevreden met wat hij doet. Dat is het hebben van een doel. Dan, Bijbels om vandaag al te genieten van wat God je geeft en dat dit de dag is. Matteüs 14, vers 13 tot en met 21 alsjeblieft. Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit, zo, naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten en vanuit de steden volgden ze hem over land. Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken. Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden, dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen. Maar Jezus zei, ze hoeven niet weg, geef jullie hun maar te eten. Ze antwoordden hem, we hebben hier niets, alleen 5 broden en 2 vissen. Hij zei, breng ze mij. En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de 5 broden en de 2 vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden. Hij gaf ze aan de leerlingen en de leerlingen gaf ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd. En toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze 12 manden vol. Er hadden ongeveer 5000 man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld. Dus misschien hebben we er wel tussen de 15 en 20.000 man gegeten op dat moment. Oké, deze tekst kun je echt heel veel uit leren. En wat is nou de context? Wat ervoor staat, van toen Jezus hiervan hoorde, waar hoorde Jezus van? Johannes de Doper, die was onthoofd. En Johannes de Doper, dat was zijn neef. En ik kan me voorstellen, Jezus had een droom, hij kwam naar de wereld om de wereld te redden en om te laten zien wie hij was. Maar ik kan me voorstellen dat als je hoort dat je neef is onthoofd, dat je even geen zin hebt in je droom. Dat je even bij jezelf denkt van, oké, geef me even de tijd. Dus wat deed Jezus? Jezus die ging om alleen te zijn. En dan denk je bij jezelf van, ja, groot gelijk toch?
Maar niet lang daarna begint die mens te genezen. Want hij ziet de nood. En zijn gevoel om zijn droom na te jagen, zijn lange termijn visie, is groter dan de pijn die hij op dat moment ervaart. En dan mogen wij ook weten dat het zo werkt. Nou, om deze tekst nog iets meer uit te diepen. Als je dit zou kijken vanuit de ogen van een leerling, dan is het best wel grappig wat je allemaal ziet. Want ik stel mezelf even op dan als een leerling. En hè, we zijn allemaal leerlingen van Jezus. Maar wat hier eigenlijk gebeurt is het volgende. Nou, weet je, Jezus, mijn vriend, die heeft pijn. En ik denk bij mezelf, weet je, dan komen er allemaal mensen. En zoals ik dan zou zijn, zou ik zeggen van, hey, even rustig aan, jongens. Gewoon even wegwezen. Want Jezus heeft gewoon rust nodig op dit moment. Maar Jezus, die duwt me dan op een gegeven moment weg. En die zegt gewoon van, hey, deze mensen hebben hulp nodig. En hij begint ze te genezen. En hij begint wonderen te verrichten voor die mensen. En dan denk ik, okay, dat is mijn Jezus, man. Okay, ik kan hier ook weer zoveel van leren. En op een gegeven moment is hij even bezig. En dan denk ik bij mezelf, hey, even op mijn klok kijken. Het is 7 uur, 8 uur. De mensen hadden al lang moeten eten. Maar nu, 7 uur, is de koopavond tot 9 uur is de winkel nog open. Dus dan kunnen ze nog naar de winkel. Dus beter kunnen we ze terug naar huis sturen. Zodat ze dan zelf eten kunnen kopen. En dat is het mooie van alles, hè. Dan zegt Jezus, nee, wacht eens even. Wat hebben wij? We hebben 5 brood en 2 vissen. Dat is alles wat we hebben, heer. Breng ze mij. En jullie gaan ze eten geven. Wat? Wat? 5 brood, 2 vissen. Heer, weet je, als ik daar stond, dan zou ik echt gewoon zo heel dom kijken. Van, ik weet niet, Jezus, het kan toch niet? Maar ja, dan zou je kunnen zeggen, hè, van, je bent echt stom. Want je loopt al zo lang met Jezus. En je weet al zo lang dat hij je wonderen kan verrichten. En op dit moment ga je denken in onmogelijkheden. Waar ben je mee bezig? Zou je kunnen zeggen. Maar het mooie van alles is, God is een genadige God. Ook als je stom denkt. En God die weet gewoon van, nee. Dit is een mogelijkheid. Dit is een moment. En hij stelt die vraag. Hij stelt die vraag, weet je. Want net zoals de vorige keer. Toen ergens in een verhaal gaat Jezus ook iemand genezen. En dan vraagt hij van, wat wil je? Weet je? En tuurlijk weet hij al lang dat hij beter wil worden. Maar hij vraagt het wel. Oftewel, hij wacht ook even op ons initiatief. En als wij stomme vragen beginnen te stellen. Ik heb altijd geleerd, er bestaan geen stomme vragen. Dus als wij stomme vragen beginnen te stellen. Dan krijgt Jezus de ruimte om te bewegen. Om jouw geloof te versterken. Om anderen te bemoedigen. En om God groot te maken. Daar krijgt hij gewoon de ruimte voor. En dat is wat hij dan komt doen. En daarom dat Jezus denkt van, yes, hij stelt deze stomme vraag. En hij zegt, okay, breng het mij maar. Dus brood en de vis, die wordt naar hem toegebracht. Hij pakt het. Hij spreekt kort een zegengebed uit naar de hemel. Hij breekt het. En hij begint het uit te delen. Maar Jezus is niet degene die het begint uit te breken en iedereen langs gaat. 20.000 mensen langs, nee, niks ervan. Hij zegt tegen zijn vrienden, hier, alsjeblieft. En hun beginnen het uit te delen. Zij zijn het kanaal van het wonder. En jij bent vandaag ook het kanaal van het wonder. Dat is de boodschap. Dat is de boodschap erachter. En weet je, Jezus kan hier zoveel mee. En je denkt vaak, hè, vaak denk je, maar ik heb het geld niet. Ik heb de tijd niet. Ik heb de middelen niet. Hoe moet ik het doen? Maar Jezus zegt van, breng het naar mij. Dan zal ik het doen. Weet je, laat mij het zegenen. Breek dan wat je hebt. En deel het dan uit. En dan zal de vrucht zo groot zijn. Zo boven je verwachting zijn. En daar wil ik ook nog even over vertellen. Want dit is een Bijbels voorbeeld. Maar ik heb het aan de levende lijve mogen ondervinden. En dat was echt mooi. Want als ik even kijk naar mijn roeping. Mijn dromen, mijn roeping. Ja, ik denk dat een van mijn dingen is dat ik mag spreken voor mensen. Daarnaast denk ik ook dat ik een evangelist ben. Dat ik echt het evangelie aan andere mensen mag verkondigen. Want ja, dat vind ik helemaal niet zo heel erg moeilijk. Het past gewoon echt bij mij. In dat opzicht, op een gegeven moment was halverwege juni. En Amarisa en de mensen kwamen van de kerk, gezin. De dames, Janira, Divaya, Isekai, die gingen winkelen in Heerlen in de stad. En Amarisa en ik, wij liepen. Wij liepen daar een beetje net zoals mannen lopen te wachten, weet je wel. Oké. Niet zo goed wat we moeten doen. Maar we zagen op een gegeven moment, zagen we dus daar bij het Choreocentrum in Heerlen, zagen we een man staan, Chris heet hij. Hij was een zwerver. En ik denk zelfs, als ik het even heel voorzichtig mag zeggen, hij was een junk als ik even naar zijn vingers en zijn tanden keek. En hij stond daar. En ik ga wel vaker met dat,
gewoon met mensen in gesprek. Maar op dat moment had ik heel eerlijk gezegd gewoon geen zin. En de Heilige Geest, die zei gewoon tegen mij van ga met hem in gesprek. En neem je zoontje mee. Dus wat deden wij? We gingen er naartoe. En we begonnen een gesprek met hem. En op een gegeven moment begon ik natuurlijk ook over God. En ik vroeg van, hey, ken jij God en weet je wie God is? En ja, hij kende God wel, maar volgens mij niet meer goed genoeg. En toen heb ik hem gezegd dat God van hem hield. En toen zei Marisa ook nog eens tegen hem van, ja, maar weet je wel dat God heel erg goed is? En dat was heel erg mooi. En in die zin zou je dan denken van, ja, mooi, weet je, laat zien aan je zoon wat evangelisatie is en je brengt het. Maar in de context hiervan, hè, in de context van Matteüs 13 en 14, is het echt zo mooi wat er is gebeurd. Want ik nam wat ik had, en dat is mijn vermogen om met mensen contact te kunnen leggen en de roeping om te evangeliseren. Ik bracht het bij de Heer, heel kort. Hij zegende het, want hij drong bij mijn hart erop aan van, hup, ga, weet je. Ik nam Amarisa mee. Ik deelde uit. Ik deelde God uit aan Chris. En ik deelde een stukje evangelisatie en roeping uit aan Amarisa. En de vrucht die daaruit vandaan is gekomen is echt zo mooi. Is echt zo buitengewoon. En daar wil ik je wel even over vertellen. Want een week later zaten Amarisa en ik in een busje naar mijn ouders om ze te helpen met verhuizen. Of tenminste verhuizen, met dingen naar de sloop brengen. En een week later zaten we daar. En Amarisa begon over Chris. Papa, hoe zou het met Chris zijn? Zullen we even voor hem bidden? Nou, vond ik al mooi. Dacht ik, oh, nice. Ja, even later kwam een gesprek over God op gang. Ik weet eigenlijk niet meer precies wat we bespraken. Nou, maar hij zei wel van, pap, ik vind het gesprek over God een van de fijnste gesprekken die ik heb. Nou, dus we waren daar en bij mijn ouders, heel geholpen. Een dag later, terug naar huis met het busje. Amarisa weer, papa, ik wil weer over God praten. En hij vroeg aan me van, ja, waar zullen we het over hebben? En ik reageerde eigenlijk een beetje droog, denk ik, een beetje moe of zo. En toen zei hij, zullen we anders bidden? Zullen we anders bidden en vragen aan God waar hij wil dat het over hebben? Ik zeg, ja, dat is goed. Dus we hadden de Heilige Geest gevraagd om een gesprekstof. En het mooie van alles was, het was echt gewoon hele gezalfde gesprekstof waarvan ik dacht van ja, dat moet ik als vader ooit een keer tegen mijn kind vertellen, maar ik zou niet weten hoe. Heer, help me alsjeblieft, want ik weet het niet. En dan denk je, oké, wat dan? Nou ja, weet je, seks. Weet je, een jongetje van 7, denk je, wat, zou je het met hem daar wel over hebben? De Heilige Geest, die wilde dat ik het erover had. Dus we hadden een heel gezalfd gesprek. En ik heb echt serieus waar zitten twijfelen. Ik had aan hem beloofd van, je mag bij papa zijn om te luisteren naar je preek. En dan zat ook te denken van, ja, het gaat hier wel heel veel over Amarisa. Ik heb nog 2 andere kinderen. En weet je, misschien dat hij zich wel pumped up voelt. Maar ja, kan ook best wel. Maar op een gegeven moment zei de Heilige Geest ook, weet je wel, van, maar weet je hoe fijn het is voor een kind als je weet dat een vader of een moeder trots op hem is en dat soort dingen over hem zegt. En over hem zo praat. Weet je hoe fijn dat is? Kun jij je nog momenten bedenken dat jouw vader of jouw moeder lelijke of mooie woorden over je zei? En als je dat zei, wat deed het dan met je? Dus daarom ben ik blij dat ik tegen hem heb gezegd, kom maar hier zitten. Je mag luisteren. Nou, wat heb ik geleerd in de afgelopen jaren over God? Weet je, 8 jaar. Ik ben al 8 jaar bekeerd. Ik heb geleerd dat ik ben nogal een ongeduldig persoon. Ik was ook net zoals dat gesprek met Roy. Van, ja, ik haal niet alles eruit wat erin zit. Maar ik mag vandaag genieten. Want dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij. Ik mag een doel hebben. Ik mag dromen hebben. Net zoals die boer zaait. Net zoals hij weet van op een gegeven moment gaat het vrucht brengen. En gaat het oogsten. Weet ik het. En ik mag vertrouwen hebben op het resultaat. Want God heeft het echt al zo vaak laten zien. Dat hij trouw is. Weet je. En dat mogen wij met z'n allen weten. En wat zou het betekenen als wij met z'n allen als kerk deze waarheid zouden gaan leven? En begrijp me niet verkeerd, hè? Ik doe echt niet alles goed. Het is echt niet dat ik altijd denk van, yes, own the moment, je bent buitengewoon. Nee, want soms dan zegt God misschien iets tegen mij en loop gewoon door. Weet je, herkennen jullie dat of ben ik de enige? Nee, grapje. Weet je, heeft iedereen toch? Maar ik wil je wel bemoedigen. En nou preek ik ook gewoon echt tegen mezelf, weet je wel. Gewoon van, own the moment. Dit is gewoon echt de dag die de Heer ons heeft gegeven. Ik, weet je, ik zat met Daniel Bout, een goede vriend van mij, zit daar. Die kennen jullie allemaal wel of niet. Anyway. Komt hier al heel lang. En hij was met me mee naar het ziekenhuis voor Amarisa. En het was echt een grappig verhaal, want het is ook zo'n own the moment verhaal, weet je. We liepen naar het ziekenhuis. Het was al 12:30 s'avonds. En ik zou eigenlijk de spullen naar Janira komen brengen. En, want zij bleef slapen bij Amarisa de eerste nacht. En er zat een Afrikaanse vrouw. Maar die had kleren aan dat ik dacht van, ik weet niet of ze wel een huis heeft. En ze zat daar en ze zei ze van, hey, kom eens. Weet je, zei ze ook nog eens op die manier. Dat je denkt van, oké, volgens mij heeft ze echt geen huis. Dus, hey, kom eens,
met het tasje. En we gingen er naartoe en we keken elkaar zo'n beetje aan. En kom je hier uit de buurt? Nee, ik kom hier niet uit de buurt. Ik woon in Sittard. Daniel misschien wel, maar ik zegt, ja, ik moet een taxi hebben. Weet je hoe ik een zwarte taxi kan krijgen? Ik zeg, nou, ik heb geen idee, sorry. En de Heilige Geest zei, breng haar naar huis. En ik dacht, nee. Ik was kapot. En Daniel en ik keken elkaar zo aan. En ik zeg zo tegen haar, oké, wacht even. Ja, wat ga je dan doen? Ja, ik kom daar ook al terug. Ja, wat ga je dan doen dan? En ik zei echt heel moeilijk, ik breng je wel. Ja, waar naartoe dan? Nice, weet je wel. Dat ik echt dacht van, nee, ik heb hier allemaal geen zin in. Maar goed, weet je. En daarna keek ik al zo van, zouden we dat wel doen? Nou, om het verhaal nog mooier te maken, we liepen het ziekenhuis binnen. Kwamen een portier tegen. En die portier die vroeg mij van, ja, hoe moet je zijn, blablabla. En daarna zei hij tegen mij, hey, wat deed jij bij die vrouw, man? Ik zei, ja, zij kwam allemaal tegen mij praten. Hij zegt, ja, want ze is een beetje gek. Die loopt hier met allemaal mensen tegen te houden en daar moet je niks van aantrekken. En toen dacht ik, ja, dan word je lekker ontmoedigd, weet je wel. Heilige Geest zegt tegen jou van, ja, breng haar uit. En dit hoor je dan van zo'n portier. Dan denk je, oké, nou ja, weet je. Dus we liepen naar boven, Daniel en ik twijfelen. 13e verdieping. Ik ging naar Janira, bracht de tassen. Ik liep terug en toen ik door de gang liep, zei ik tegen de Heilige Geest van, Heer, wat wilt u eigenlijk? Wilt u dat ik haar naar huis breng of niet? Eén antwoord, ja, weet je, dat was het. Dus ik liep naar Daniel. Ik zeg, yo, ik heb erover nagedacht, man. Ik heb met God gepraat. Maar wat denk jij? Ja, ik zit ook al dit over met God te praten. Maar ik weet het niet, man. Ja, nou, lekker bemoedigen. Nee, grapje. Anyway, zaten wij dus in de lift naar beneden. En toen gingen we bij de bank zitten. En toen zeiden we, oké, laten we bidden. Dus wij daar bidden. Wat wilt u nou eigenlijk, weet je wel? En toen zei Daniel, ik ga gewoon naar die portier. En toen dacht ik, nou nee, dat gaat goed komen, hoor. Dus hij liep naar die portier, hè. En die portier, hij begon vragen te stellen over die vrouw. En die portier zei in één keer van, in één keer, hè, eerst was hij hartstikke sceptisch. En in één keer zei hij, ja, maar ze is eigenlijk helemaal niet gevaarlijk. En toen zei ik tegen hem van, ja, maar als u niet aan het werk was, hè, wat zou u dan doen? En toen zei hij, ja, dan zou ik het denk ik al naar huis brengen. En toen dachten we, wat? Weet je wel? En toen keken we elkaar zo aan. En toen zeiden we, kom man, God heeft gesproken. En toen gingen we naar die vrouw. En toen begonnen we met haar gesprek. Ik zei, kom, we gaan je naar huis brengen, man. En toen kwam ze. En toen begon ze te vertellen over dat ze ziek was. We hebben vanochtend nog voor gebeden. En het was heel zielig. Ze is ziek. Maar ze hebben haar een beetje aan haar lot overgelaten. Ik weet niet precies hoe het verhaal was. Maar in Nederland en in Duitsland, want ze woont in Aken, wilden ze haar ook niet meer helpen. En ze heeft zoveel pijn dat het door haar hele lichaam gaat. En toen hebben Daniel en ik gevraagd, mogen we voor je bidden? Zegt ze, ja, tuurlijk mag je voor me bidden. Ze is denk ik orthodox christen, want ze komt uit Eritrea. En toen hebben we voor haar gebeden. En voor de deur heb ik aan haar gevraagd van, ja, je gelooft in Jezus, maar volgens mij kun je geloof wel een boost krijgen. Mag ik weer voor je bidden? Maar dan nou dat je Jezus echt opnieuw aanneemt. Ja, dat mag jij. En toen hebben we met haar gebeden, het zondagsgebed, dat ze gewoon Jezus opnieuw aannam. En gisteren belde ze mij, want ze had pijn. En ze zegt, ik weet niet waar ik naartoe moet, kun je voor me bidden alsjeblieft? En toen heb ik aan de telefoon voor haar gebeden. Oh, the moment. Dit is de dag. Ook al zeg je zelf, nee, ik heb er geen zin in. Weet je, God zegt, ja, luister. Want weet je wat het mooie van alles is? God heeft mijn zoon genezen, maar hij heeft ook een hart voor de mensen. Weet je? En omdat hij een hart voor de mensen heeft en omdat hij mijn zoon geneest, mag ik ook samen met hem wandelen en kijken wat hij belangrijk vindt. Ja, toch? Want het draait toch niet altijd alleen maar om onszelf? Of wel? Nice. Dat zijn de goede antwoorden, mensen. Hey, ik heb nog twee Bijbelteksten. 2 Korinthe 10, vers 13 en 16. Dat is om je te bemoedigen, weet je, van dit is de dag. Wil je hem laten zien? Wij daarentegen willen niet zo buitensporig hoog van onszelf opgeven. Luister, we blijven binnen de grenzen die God ons heeft gesteld en ook u valt daar binnen. God stelt je grenzen. Weet je, ze zijn daar het goede nieuws aan het verkondigen. Ze willen misschien helemaal naar de andere uiteindes van de wereld. Maar God zegt, nee, dit is de grens waar je vandaag de dag moet gaan bewegen. Ook jullie. Vers 16. En we hopen eveneens het evangelie in verder gelegen gebieden te verkondigen. Ze hebben wel een doel. Zonder ons te laten voorstaan op de resultaten in andermans gebied. Dus ze verwachten het ook nog eens van God. Ze laten zich bekrachtigen door de genade van God. Ik heb 8 punten die ik jullie mee wil geven. En denken wij zelf, 8 punten, dat is wel heel veel moeite. Ja, valt op zich al mee. Anyway, wat hebben we nodig om vandaag buitengewoon te zijn? Een levende relatie met de Heilige Geest. Weet je, we zijn vergeven. En dat is gewoon echt mooi, hè? Onze zonden zijn vergeven. We zijn gered. We gaan naar de hemel. Die ticket, die heb je al binnen. In je broekzak. En dan? Ga je dan normaal leven? Denk je dan lekker gewoon weer aan jezelf? Lekker op vakantie gaan? Lekker mooie auto kopen? Ander huis? Al die andere mensen om je heen, maakt niks uit? Of ga je kiezen voor een leven met de Heilige Geest?
Ga je ervoor kiezen om een relatie met de Heilige Geest aan te gaan? Ga je ervoor kiezen om je eigen gewoontes, je eigen aangeleerde dingen, om dat aan God te geven en zelfs de slechte dingen die je in je hebt, om die te laten afsterven en naar het kruis te brengen? Kies je daarvoor of kies je voor jezelf? Al kies je voor jezelf, vooral doen, maar een leven met de Heilige Geest is nog beter. Dat kan ik je gewoon echt gewoon bevestigen aan heel veel mensen hier in de kerk ook. Heb een droom, een doel. Daar heb ik al genoeg over verteld, toch? Focus. En dan niet per se focus op je droom, op je doel, want dat is dan ook wel de valkuil. Hè? Van, hé, ik moet daar naartoe. Ik heb het doel om evangelist te worden en om voor duizenden mensen te spreken. Ik moet daar naartoe gaan. Ik moet werken, werken, werken. Nee, niks ervan. Focus op Jezus Christus. Focus op Jezus, want Jezus is degene die je bekrachtigt. En als Jezus zegt vandaag de dag, ga hier staan. Ga hier preken tegen die zieke mevrouw. Leg een hand op de vriendin van jou die hulp nodig heeft. Help die collega, omdat hij het moeilijk heeft met de dingen die hij niet kan. Als God dat soort dingen tegen je zegt, doe het dan gewoon. Heb focus op Jezus, de rest komt wel. Want ik kan je verzekeren, als jij alleen maar denkt aan evangelisatie voor 1000 mensen en je doet het, en als dat je doel is geweest, dan is dat doel voorbij en dan is het weg. Maar Jezus Christus gaat nooit weg. Nooit. Geduld. Niet zo'n populair woord. Ik heb zelf ook geen geduld. Weet je wel? Maar dat is wel waarin alles mag groeien. Weet je wel, als je een plant in de grond plant, dan zal het geduld nodig hebben voordat het een mooie plant is geworden. Weet je, en dat is ook met u, jou, wij. Wij zijn allemaal mooie planten van God. Waar hij allemaal iets heel moois in heeft gelegd. Ook al heb je misschien gedragingen waarvan je denkt van oké, ja, daar ben ik nog steeds niet vanaf. Heb ik ook. Weet je, maar maakt niet uit. Geduld, want God is de auteur van ons geloof. Volgende. Besef dat je nu mag genieten van alles wat je meemaakt met de Heilige Geest. Ja, ik heb wel wat leuke verhalen verteld. Een ander leuk verhaal wat ik wel echt leuk vond om toch even te delen is heel kort. Gisteren ging ik met mevrouw en de kids in Valkenburg eten. Want misschien vindt het niet leuk dat ik het zeg, maar mevrouw was gisteren jarig. Ze is 36 jaar geworden. Dus daar gingen we mee eten. En omdat ik niet weet van Amarisa wat hij heeft gehad, maar het zou echt wel met de warmte te maken kunnen hebben, zat hij in de zon bij het eten. En toen dacht ik, ik moet echt een pet hebben. Dus we gingen daar kijken bij het eerste kraam. Pet, 10 euro. Nou, vind ik veel geld voor een pet. Nou, dus vooral als je op vakantie gaat en je hebt gewoon een petje nodig die niet stilo is, om even zo te zeggen. In het Nederlands niet modieus. Anyway, dus 10 euro. Ik denk, nou, hup, naar de volgende. Weer 10 euro. Ik dacht, weet je wat, ik betaal die 10 euro wel, man, want ik heb geen zin om heel Valkenburg af te lopen. En toen zei ik, nee, wacht even. Ik zeg, heer, ik zoek een pet van 5 euro, kunt u me helpen? Luister dan. Ik kreeg in mijn hoofd, hè. Loop verder. Dus ik liep verder, zag ik een kraam, weer petten van 10 euro. Dus ik dacht, ik heb de heer niet goed verstaan. En toen zei de heer, loop nog verder. En ik liep verder. En dan denk ik aan Marisa, hey papa, een pet van 5 euro. Zo vet. Weet je, een levende relatie met de Heilige Geest, daar gaat het gewoon om. Vertrouw op het resultaat. We zingen vaker het liedje Do It Again, toch? Weet je, hij doet het elke keer weer. En we mogen vertrouwen op het resultaat. Ook als het resultaat nou niet komt, dan betekent dat we nou even geduld moeten hebben en nou lekker dicht bij Jezus moeten zijn. Want het gaat erom dat we bij Jezus zijn. Het gaat niet om het resultaat. Go with the flow. De Heilige Geest, die stroomt. Weet je? En we mogen met hem meestromen. Dat betekent dat we niet krampachtig hoeven te zijn en dat we wachten op wat God zegt. Van Heer, moet ik nu naar die persoon om te vertellen over u? Ja, het staat in de Bijbel, dus ga gewoon. Weet je wel? En als je het niet wilt, doe dat dan gewoon niet. Weet je, zo simpel is het. Weet je, en voel je dan ook niet veroordeeld, want God is er. Maar je gaat langzamerhand, ga je wandelen en je gaat met die flow mee van de Heilige Geest. En dan ga je steeds meer durven. En dat is dan ook meteen de 8e punt. Wees niet bang. Want net zoals deze zomer irritante wespen, muggen en vliegen brengt. Net zoals dat topsport blessures brengt. Net zoals dat het opstarten van een bedrijf en een geniaal idee, dat daar duizenden mislukkingen aan vooraf zijn gegaan. Al die dingen horen bij elkaar. Dus dat betekent dat als je voor Jezus gaat leven, als je voor Jezus gaat werken, dat betekent dat je dan gaat uitstappen en dat het niet altijd even fijn zal voelen. Weet je, dan is het oncomfortabel. Maar de Heilige Geest is de trooster en in het Engels de comforter. Oftewel, maakt niet uit dat het voor ons oncomfortabel is, want hij is er. En hij zorgt ervoor dat het comfortabel wordt voor ons. Dus we mogen blijven wandelen in alles wat God ons heeft gegeven. Dus wees niet bang. En volmaakte liefde drijft de vrees uit, zegt de Bijbel. Dus laten we ons daar alsjeblieft aan vasthouden. Ik wil afsluiten.
met twee Bijbelteksten. Veel Bijbel vandaag, maar goed, weet je, het is het woord van God. Dat preken we hier. Hebreeën 6, vers 11 en 12. Het is, ik ga hem even persoonlijk maken. Het is Park City Church vurige wens, het is mijn vurige wens, dat jullie allemaal tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijven leggen, totdat alles waarop wij hier hopen verwezenlijkt zal zijn. En dat u niet achterblijft, maar in het spoor treedt van hen, die dankzij hun standvaste geloof ontvangen hebben wat hun beloofd is. We hebben een belofte, daar mogen we naartoe gaan. En we hopen allemaal, ik hoop, ook voor mezelf, dat we blijven vasthouden. En weet je, het is wel ironisch, want ik ga je nou een tekst laten zien, Joshua 1 vers 3. En mensen noemen mij Moesa, maar ik heet eigenlijk Mozes. Dus hier staat, wat best wel grappig is. Elk stuk grond dat ik jullie zullen betreden, geef ik jullie zoals ik Mozes heb beloofd. Ik geloof echt, hè, dat God mij stukken grond heeft beloofd. Geloof ik echt. Maar dat heeft niet alleen aan mij beloofd, heeft hij aan iedereen beloofd die hier zit. Weet je, dus heb een droom, wees vooral tevreden met wat je hebt. Vraag God daarin de leiding. Maar zet vandaag wel de stappen. Vandaag is de dag die de Heer heeft gegeven. Come on. Amen.